verder Pupiris, wil jij aannemen dat je wettige echtgenote Chris Ingeborg Inkaart en beloof je dat je getrouw alle plichten zult vervullen die de wet en de huwelijksstaat verdienen? Dat is dan ook jouw antwoord. Heel graag. Ik wil je aanvoeren. Ja, heel graag. Chris Ingeborg Inkaart, wil jij aannemen dat je wettige echtgenote Erik verder Pupiris en beloof je dat je alle plichten zult vervullen die de wet aan de huwelijksstaat verdient? Dat is daarop jouw antwoord. Ja. Dan verklaar ik als bijzonder ambtenaar van de burgerstand van de gemeente Loenen dat jullie huwelijk nu is voltrokken. Ja, dit wordt de godfather van. Nee? Nee, schatje. Dat ik hier dus Chantal was even bij mij. Ja, ik zag het lopen. Ja, en die wil nog even laten zien wat dingen voor haar doen. En ze zei, ja, ik moet zo nog even langs het gemeentehuis. Ik dacht, oh, dat kan helemaal niet. Of dan zie ik jou daar zo. Ik dacht, ik kan u niks zeggen. Ik heb ook een afspraak, zei ik. Ik moet zo weg. Ja, dat wil ik straks ook vastgelegd hebben. Dat jullie allebei beloven daar een jaar je mond over te houden. Want daar geloof ik helemaal niks van. Kijk, ik heb nog vertrouwen. Hij heeft het al verteld. Die zet je uit, hè? Ja, daar ben ik nu mee bezig. Oh. Spontaan, hè? Ja, heel graag. Dan verklaar ik als bijzonder ambtenaar van de burgerstand van de gemeente Loenen dat jullie nu is vertrokken. Hij echt groot. Wat vrouw. Dat is een beetje. Ik ben zo brutaal geweest een gedichtje voor jullie uit te zoeken dat ik niet ga voorlezen. En warm en gelukkig huwelijk is, als je echt zo'n iemand houdt, iemand alles toevertrouwt, een die echt weet wie je bent, ook je zwakke plekken kent, en die bijstaat en vergeeft, een die naast en in je leeft, dan voel je pas vergeven is. In het leven liefde geven. Ik ga een geluidstondje ophalen. Dit is een beetje op de stond. Hier staat.